Het is vandaag Black Friday en dus gaan er veel producten met kortingen over de virtuele toonbank. Grote aantal pakketjes passeren de revue in het distributiecentrum in Elst om alles op tijd op de deurmat te krijgen. Het is eigenlijk de hele week al druk. Maar vandaag denk ik toch wel de meeste pakketten en dat loopt door tot januari. Dus even schouders eronder met z'n allen. In Gelderland zijn er twee depots. Eén in Apeldoorn en één in Elst. Hier in Elst verlaten er vandaag zo'n 52.000 pakketten het sorteerbedrijf op naar een nieuwe eigenaar. Deze periode is altijd een gekhuis, noem ik het. Het is een Black Friday. Die begint al 2-3 weken voordat Black Friday eigenlijk is. En we zien gewoon een proces wat continu veel langere dagen, veel langere uren, veel meer mensen aan het werk dan voorheen. PostNL wordt al onder de loep genomen vanwege de arbeidsomstandigheden en de hoge werkdruk. Ik kan me er wat bij voorstellen, maar het is ook een beetje hoe je je dag zelf indeelt. Je kan lopen rennen als een gek zodat je 2 uur eerder klaar bent. Of je kan gewoon leuk je werk doen en contact houden met de mensen. En dan heb je een veel leukere dag dan dat je de zweet uit de naad werkt, zeg maar. Vorig jaar liepen we een beetje achter de feiten aan op een gegeven moment. Maar daar is speciaal voor deze periode rekening mee gehouden. We hebben extra shiften. We hebben extra chauffeurs aangenomen. Hoofdkantoor komt helpen. Extra auto's ingezet. Dus wat dat betreft wordt er heel veel gedaan om voor iedereen de druk een beetje houdbaar te houden, zeg maar. En dan nu snel jouw pakketje bezorgen. Mensen zijn blij met hun pakketjes. Het is zwaar. Maar ja, dat is maar 4 weken. En over 4 weken dan wordt het weer rustig en dan gaan we weer door met alledaagse dingen.